De United Nations Information Center, UNIC, heeft vandaag in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, een tweedaagse workshop gehouden over de SDG's, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Vertegenwoordigers van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, en de UNESCO hebben inleidingen gehouden over deze SDG's. De doelgroep was de leden van de SVJ. De UNIC wil met deze workshop de journalisten inlichten over de Sustainable Development Goals, SDGs, zodat zij als waakhond kunnen optreden bij het niet uitvoeren van deze ontwikkelingsdoelen. De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Carla Boetius, gaf aan dat het voor journalisten van belang is kennis te hebben over de 17 Development Goals. We are the watchdogs and if we are now talking about the Sustainable Development Goals, the SDGs, then we, if we know, learn more about it, then we will be the ones who can talk to the government, talk to the different organizations, keep a watch on it, asking questions and making sure that the goals, we know, we don't know, because 2030 is a long way from now. But we can keep on watching that they're being dealt with. Tijdens de workshop is de focus gelegd op het duurzame ontwikkelingsdoel eerlijk of waardig werk. Claudia Koenjaerts, directeur van ILO, geeft aan dat er een verband bestaat tussen eerlijk werk en de overige doelen. Het is volgens haar van belang dat de vakbondsleiders op de hoogte zijn van de duurzame ontwikkelingsdoelen. There is not one common line that says this is decent work. And why is that so? It is because in different countries and in different levels of development, the context will be different. So we cannot have the same immediate aspirations in a country like Sweden as we would have in a country, say, for example, Guyana or another country in the region. So I think that's an important point to make, and therefore We count on national stakeholders, specifically workers organizations, employers organizations and governments, to somehow kind of define where this line of what is decent work really is. Claudia Koenjaerts, directeur van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Zij sprak vandaag tijdens de workshop van de UNIC en de SVJ over de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's.